Beste kijkers, goedendag. Dinsdagavond trokken felle buien van west naar oost over het Rijnmondgebied. Ja, zelfs gepaardgaande met hagel en zware tot zeer zware windstoten. In Hoek van Holland maar liefst een zeer zware windstoot van 134 kilometer per uur. Maar ook prachtige buienformaties. Ik heb echt tientallen foto's binnengekregen. Nou, dit is er één van. Fraaie foto, moet u zien. Mooie wolkenluchten hier, mooie buien. Luchten boven Vlaardingen. Nou, deze bewolking die ga ik nu wat inzoomen, want die is vrijwel overal waargenomen, zoals hier in Oudekerk aan de IJssel. En dat noemen we ook wel mammatusbewolking. Nou, het is afgeleid van het Latijnse woord mamma en dat betekent dus ja, borst of uien. En u ziet het inderdaad van die uitzakkingen, echt een prachtig gezicht. Nou, op mijn Facebookpagina, facebookweer.nl, nou, er staan nog tientallen foto's, dus kunt u nog op uw gemak eventjes het een en ander bekijken. Maar niet alleen maar van deze fraaie wolkenformaties, maar ook regenbogen een dinsdagavond, zoals deze bijvoorbeeld. Bij de Erasmusbrug ook een prachtig plaatje hier zo boven de waterweg. Ja, zelfs een dubbele regenboog kan je hier zo goed terugvinden. Nou, de komende nacht dan hebben we te maken met een regengebied. In de hele regio valt de regen bij een temperatuur van een graad of 5. De wind die waait matig boven land, windkracht 4. Langs de kust krachtig een windkracht 6. Ja, en dan morgen overdag, de donderdag, nou, die begint bewolkt. Aanvankelijk nog wat regen, dat trekt toch wel snel naar het zuidoosten weg. Daarachter in de loop van de dag volgen opklaringen, blijft het overal droog. Een maximumtemperatuur van 8 à 9 graden. En de matige aan zee nog vrij krachtige wind uit het noordwesten, die neemt nou eindelijk toch wel flink in kracht af. Want donderdagavond staat er boven land nog maar weinig wind. Vrijdag krijgen we te maken met een storing. Het wordt vanuit het zuidwesten regenachtig. Dat geldt trouwens ook voor de nacht naar zaterdag. Zaterdagochtend is het bewolkt. Eerst nog af en toe regen. In de middag wat meer opklaringen. Komt zonnetje af en toe tevoorschijn. Wordt het ook overal droog. Bij een temperatuur van een graad of 9. Matige tot vrij krachtige noordenwind. Dus voor het gevoel is het toch wel koud. Eerste paasdag heeft de beste papieren, naar het zich nu laat aanzien. Geregeld zon, overal droog, een graad of 10. Tweede paasdag, meer bewolking, neemt de kans op een bui toe vanuit het noorden. En u ziet het, 's middags een graad of 10 en 's nachts temperaturen dicht bij het vriespunt. Dat betekent kans op vorst aan de grond. Nou, tenslotte nog weer een fraaie foto van die mammatus. Echt een prachtig plaatje van Peter Bezemen uit Capelle aan de IJssel. Excuses hier voor de typfout, maar moet u zien wat een prachtige foto dit is geworden. Nou, nogmaals, meer foto's kunt u terugvinden op facebookweer.nl. Geniet van de dag en heel graag tot morgen.